De Deagen is onderdeel van het Desi Plus concept en zorgt voor kristalhelder en gezond water door een combinatie van hydrolyse en elektrolyse. In dit filmpje laten we zien hoe we de wifi-module aansluiten op de Deagen en hoe we hem aanmelden in het menu. De eerste handeling die we moeten doen is het aansluiten van de wifi-module op de printplaat van de Deagen. Dit doen we door het stekkerblokje te drukken op de pinnetjes waar wifi bij staat op de printplaat. Waar je op moet letten is dat het rode draadje boven zit in het stekkerblokje en we klikken de connector goed vast op de printplaat. Als de wifi module is aangesloten, gaan we hem aanmelden in het menu van de Deagen. Druk op OK om in het menu te komen. Navigeer dan naar beneden in het menu naar configuratie en druk op OK om te selecteren. Dan navigeren we door het menu naar beneden naar Network. En druk ik weer op OK om te selecteren. Dan gaan we wifi selecteren door op OK te drukken. En dan gaat hij een wifi netwerkje zoeken. Dan selecteren we het wifi netwerk wat we willen hebben. En dat is Zwemmerplein. En druk ik weer op OK om te selecteren. En door middel van de pijltjes toetsen, de plus en de min toets en de OK toets om te bevestigen, kan ik het wachtwoord selecteren. Ik ga nu naar beneden om de Z te selecteren, dat is de eerste letter van het wachtwoord. En ik druk op OK om te bevestigen. Dan gaan we naar de W en druk ik weer op OK om deze te bevestigen. Dan ga ik naar de E, want dat is het volgende lettertje wat we nodig hebben. En druk ik weer op OK om te bevestigen. En zo verder. Wanneer het volledige wachtwoord is ingegeven, navigeren we naar boven en selecteren we OK en door op OK te drukken bevestigen we het wachtwoord. Wanneer de configuratie is opgeslagen, drukken we weer op OK en dan navigeren we naar beneden naar status en druk ik op OK om dit te selecteren. In dit scherm kunnen we nu de gegevens van het wifi-netwerk aflezen. Nu de Deagen aan wifi hangt, is hij extern uitleesbaar en te bedienen. Om de Deagen op afstand te kunnen benaderen, is een code nodig die we uit de Deagen moeten halen. Ik ga jullie nu laten zien hoe we bij deze code in de Deagen komen. Om in het menu te komen, druk ik weer op OK en navigeer ik helemaal naar beneden naar configuratie. En druk ik weer op OK. Dan navigeer ik naar beneden naar systeeminfo en druk ik weer op OK. Dan navigeer ik naar beneden naar vermogenmodificatie en druk ik weer op OK. En dan zie je onderaan de node ID staan. En dit is de code die ik nodig heb om in te voeren op de computer of in de app. De Deagen bedieningsapp kun je vinden in de App Store. Je kunt dan zoeken op VistaPool. Wil je de Deagen bedienen middels een computer, dan ga je naar www.vistapool.es.